Ik moet mezelf even kort voorstellen. Dus ja, ik ben Patrick Allegaard, de nieuwe voorzitter van OKE. Mijn voorzitterschap zal eerder kort van duur zijn, met name tot de zomer van 2018, zo is afgesproken binnen dat overleg. Er is sprake van een roterend voorzitterschap. Maar laat het geen beletsel zijn. Ik ga dus voor kort en als het een beetje meezit, ik ga ook voor krachtig. Ik heb binnen het erfgoed verschillende manieren daar ervaring mee opgedaan. Natuurlijk binnen het Gislijn Museum. Ik was daar van 86 tot 99 actief als vrijwilliger. Van 99 tot 14 als artistiek leider. En nu opnieuw als vrijwilliger. Ik ken die erfgoedsector vanuit verschillende initiatieven en subsectoren. Sinds 2013 is er het overleg van de Vlaamse musea, waar het Gislijn Museum een zeer actieve rol in speelt. En ik ben ook graag betrokken bij het expertisecentrum voor de podiumkunsten, het Firmament in Mechelen, dat nu in een boeiend fusietraject zit met Resonant. Daarnaast natuurlijk ook van 2009 tot 2017, voorjaar 2017, heb ik heel wat ervaring kunnen opdoen als voorzitter van de adviescommissie Cultureel Erfgoed. En bijzonder interessant was het om voeding te krijgen met het algemeen beleid, maar ook natuurlijk met de verschillende groepen binnen dat erfgoedbeleid. Ik ben blij dat deze adviescommissie ook meetekende voor dit groot onderhoud. De 7e editie maken wij nu vandaag mee. Ik vind het een uiterst belangrijk sectormoment. Stimulerend op vlak van communicatie intern, maar zeker ook extern. Onze belangen duidelijker en harder formuleren naar de publieke opinie. Een belangrijke realisatie van deze adviescommissie vond ik ook het afstemmen van de beleidsritmiek van de subsectoren op elkaar. We komen nu, straks dus, voor de eerste keer bijna allemaal op hetzelfde moment aan de meet. De meet voor de subsidies. Dus met andere woorden, de salamipolitiek van het verleden met elk schijfjes die dan op een ander moment beoordeeld en dan ook hun subsidies toegewezen krijgen. Deze tijd, of we kunnen daarvan zeggen, die heeft eigenlijk moeizaam gewerkt en we hebben ook als adviescommissie er kunnen voor ijveren dat dit in één keer zou gebeuren. Sector, subsector, het brede cultuurveld. En ja, we moeten op een of andere manier met dat allemaal samenkomen aan de meet, ook omgaan met die gegevenheid van, ik ga een vreselijk woord gebruiken, conculega's te zijn binnen één decreet. Iedereen staat, dat is wel duidelijk, voor zijn eigen organisatie en wil dat zo goed en zo mooi en zo krachtig mogelijk krijgen. Maar tegelijkertijd gaan we ook samen voor een brede sector, zo breed als het kan. En we staan glorierend voor de spiegel, maar tegelijkertijd met wat samengeknepen billen in een veel te krap kostuum. Hoe slaan we dan nog een goed figuur? We zitten in een soort dubbele greep. De dubbele greep dat elke organisatie wel voelt. Goh, de middelen zijn krap. Langs de andere kant voelen we dat ook als sector. En het is goed dat we dit beseffen, denk ik. Het is noodzakelijk dat we en voor het eigen dossier gaan en samen met de subsector en de sector dat proberen sterker te maken. Dus dat we met die dubbelheid ook proberen echt om te gaan. We zijn daarom geen tegengestelden van elkaar. Nee, we spelen samen een sterkere troef uit. Inhoudelijk rijker en breder, kwalitatief grondiger en kwantitatief natuurlijk ruimer en ook fijnmaziger. En tel daarbij de specifieke eigenschappen en kwaliteiten van menig erfgoedwerker. Het vergt enige souplesse en balanceerwerk van de eigen organisatie naar de subsector, naar de sector, naar cultuur in het algemeen en terug. En goed aangewend leidt het meestal tot meer waardering, tot meer centen ook. De brug met de gelijke leggers, mannelijk of ongelijke leggers, vrouwelijk, we kennen het zeer goed. Ik weet zeker dat er hier in deze zaal heel wat mensen samen zitten die deze Olympische discipline als geen ander, die Olympische discipline zelfs uitmuntend beheersen. Maar als de leggers op den duur te laag liggen, gaat zelfs bij de best geoefende atleten de fut er een beetje uit. Het is echt moeilijk om naar beneden te springen. Groot belang dus van deze ronde. Groot belang en een beetje voorgeschiedenis wil ik daarbij geven. Het belang bijvoorbeeld van een actie in 2013 op het Martelaarsplein in Brussel, het water aan de lippen. De Vlaamse musea stonden voor de eerste keer allemaal samen eigenlijk duidelijk te maken aan het beleid. Zo kan het echt niet meer verder. Jullie hebben allerhande dingen beloofd en grondig beloofd en uiteindelijk is er niks van in huis gekomen.
Het belang van de belangenbehartiger moeten wij hierin ook onderstrepen vanaf 2014. U weet wel, we zaten dan in het concertgebouw in Brugge en daar dwarrelde sneeuw naar beneden. En dat was eigenlijk ook wel belangrijk dat die formele belangenbehartiger, dus overleg cultureel erfgoed, de kans kreeg vanaf 2015 om de eigen standpunten, de belangen van de sector, ook op het groot onderhoud toe te lichten. En vanaf nu zijn we dus een soort belangenbehartiger, weliswaar zonder subsidies, maar wel gezien als gesprekspartner. En dat is het punt. En ik denk dat wij voor dit jaar het zeker moeten hebben over overleg cultureel erfgoed als belangenbehartiger, die nu ook de rol opneemt naar het breder bekendmaken van de noden van de sector in de publieke opinie. Net zo goed natuurlijk als naar de minister en naar het beleid. Ik durf spreken dat we op een moment staan. Het is een belangrijk moment. En we moeten even kijken naar het politiek plaatje. En ik hoop, ik weet niet of ik nu zelf, dat zal nu gebeuren. Ik heb wat citaten zitten sprokkelen van enerzijds in het Vlaams parlement, verslagen namens de commissie cultuur, 17 januari, 20 april, ook nog uit september 16. En ik loop er even met u door. Jamila Idrissi, ik lees het niet helemaal voor hoor, maar ik onthoud toch dat ambities hebben mooi is, maar daar houdt het op, zegt ze. Bart Caron, Groen, die zegt, ja, het is een tussendecreet, het is waardevol, maar niet uitvoerbaar zonder een redelijke stijging van de financiële middelen. Cathy Koedezer in VA zegt daarover, het zou getuigen van een gebrek aan ambitie en vertrouwen in de sector als politici dit niet zouden doen. De inhaalbeweging is dan een volgend citaat van haar, is beloofd en moet gehonoreerd worden. Caroline Bastiaans van CD&V heeft het over een zeer diverse sector waar niet enkel de middelen moeten gaan naar topmusea, naar topcollectie, maar eigenlijk dat die versnippering eigenlijk een positief punt is en dat het ook belangrijk is om daar rekening mee te houden. September 16, zelfde dag, zelfde plaats. De cultuurminister die zegt het volgende, ik wil in goede collegialiteit pleiten voor een aantal extra middelen om die in de sector te investeren, wanneer ik een goed verhaal kan brengen. Die sector verdient dat ook. We zoeken samen met de sector naar een goede manier om resultaat te boeken. En zo gaat het verder. Wat mij betreft zal dat ook gebeuren met extra middelen. En dan nog het laatste zinnetje natuurlijk. We hebben uiteraard en met volle overgave meegewerkt aan dat nieuwe verhaal als sector, aan het nieuwe decreet. Dankzij de ondersteuning van de administratie hebben we verschillende momenten georganiseerd, momenten van inspiratie en uitwerking van dat alles. En we weten dat het verhaal dat we brengen kwalitatief sterk is. Het is zeer divers, het bereikt een zeer ruim publiek en het komt ook tot stand door een grote overhave dagelijks van zeer veel mensen die erin werken. En we kunnen toch ook al zeggen, dankzij studies van FARO, dat het bij het grote publiek niet onopgemerkt voorbij gaat. Het wordt gewaardeerd. En het cultureel erfgoed staat ook voor een grote bereidheid, dat hebben we toch het laatste jaar gemerkt, om mee te denken in termen van verandering. De sector is wendbaar, maar verliest wel de eigen principes en waarden niet graag uit het oog. Over naar de orde van de dag. Straks 15 december. Voor mensen die niet in de sector zitten, is dat een dag zoals een andere. Voor ons is dat een beetje anders. We vonden ook het moment van het groot onderhoud hier op 1.12, waar we ons toch aan het afvragen wat zouden we vandaag eens doen, dat het eigenlijk goed is dat we dat vandaag ook organiseren. Het moment is er, maar er zijn nogal wat kwetsuren. Er zijn nogal wat frustraties en vragen. Ik noem er een paar. Alle betrokkenen vinden natuurlijk middelen ontoereikend die op dit moment in de sector aangereikt worden. Er is frustratie, ja. Er is inspraak geweest, jawel, maar toch hier en daar wat struikelsteen. Hoe is bijvoorbeeld de lijst van de minister bij de expertiserollen, hoe is die eigenlijk tot stand gekomen? Hoe transparant is dat gebeurd? Of bijvoorbeeld frustratie rond het permanent laten meespelen van kwantificeerbare gegevens, bezoekers en dergelijke. En in heel de discussie kwaliteit, kwantiteit, hoe sterk werkt dat door? En wie van de sector was daar eigenlijk nu ook zo sterk voor om dit zo kwantificeerbaar, om dat zo'n belang daaraan te hechten? En gebeurt dat dan ook? Is 1 plus 1 altijd 2 en telt iedereen? Of is bij sommigen 1 plus 1 3 of 4 of 80? Frustratie ook over het maken van dossiers. Er is de vorige keer plechtig beloofd dat het nu niet meer zo ingewikkeld zou zijn en dat we dus minder tijd daaraan zouden besteden.
Voilà, dat doen we dus ook met ons allen. Nee, we zijn, wat kost dit allemaal niet in het mensuren? Is het nu beter dan de vorige ronde? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Er is de visienota van de minister, dat is goed. Het is goed dat de minister zijn eigen accenten legt in het beleid. Maar het gevaar is natuurlijk dat iedereen zich in zijn dossier zich tot en met daarop richt en dat er een soort eenheidsworst kan ontstaan. Er is frustratie over hoe ziet de toekomst eruit van Faro bijvoorbeeld. Dat is een beetje onduidelijk in de decretale ruimte. Het is vervelend voor Faro, uiteraard, maar het is ook vervelend voor de sector. Het is een sterke sector, we hebben een sterk steunpunt. Maar als de minister de onzekerheid te lang laat duren, is het eigenlijk niet zorgzaam om omgaan met steunpunt en sector. Er is frustratie rond de digitalisering. Iedereen is er wel van doordrongen hoe belangrijk het is. Maar wat er precies wordt verwacht van ons, dat komt pas na 15 december. Raar. De vraag is natuurlijk ook binnen het belang van cultureel erfgoed. Ik moet even wat drinken. De vraag is natuurlijk ook binnen welke impact de regelingen via het decreet bovenlokale cultuurwerking, welke impact dat zal hebben op de slagkracht van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. Bekijken we ook zeker het ruimere plaatje. Hè. De achtergrond, ik heb het al even gezegd, van die publieke opinie die de erfgoedsector bijzonder waardeert. De grote waardering van werk geleverd in archieven, in musea, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, expertisecentra. Binnen cultuur is erfgoed de meest bezochte en meest gewaardeerde sector. En daar moeten we als sector, als de beleidsmakers en de brede publieke opinie aan herinneren dat er beloftes zijn gemaakt en dat er zeer gefundeerde verwachtingen zijn gecreëerd. En daarom, en nu komt er een, daarom roepen wij iedereen op om op 15 december moeten wij digitaal het dossier doorsturen. Ik zou u vragen om u ook machinaal dan naar Brussel te verplaatsen, naar het Martelaarsplein, tussen 12 uur en 13 uur. Zo breed mogelijk zou ik dat eigenlijk willen. Zou oké willen, wij willen dat graag dus mee vormgeven. Wie is uitgenodigd? Alle betrokkenen. Een brede opsomming, curatoren, beleidsverantwoordelijken, archivaris, vrijwilligers, erfgoedcoördinatoren, directies, sponsors, educatieve medewerkers, beheerraadsleden, vrienden van en zo meer. En we komen daar naartoe en u gaat het straks ook op een pamflet nog te zien krijgen met pancartes, 1 meter op 1 meter. En daar staat op een object uit de collectie, een foto van een gebouw, van medewerkers, van activiteiten. U kiest het zelf. U gaat straks voorbeelden zien op het pamflet dat u bij het naar buiten gaan gaat krijgen. We geven symbolisch ons dossier af aan de minister en we leggen ons lot vol vertrouwen, maar met de nodige grote mond, in de handen van het beleid. Het is, denk ik, belangrijk als overleg cultureel erfgoed dat wij dit doen en dat we dit signaal geven. We worden graag ontvangen door minister Gats. We hopen dat we een korte maar duidelijke boodschap ook aan hem kunnen duidelijk maken dat het menens is. Stoppen wij na 15-12? Nee. We komen terug samen en we stippelen dan verdere acties uit, waardoor dat we toch eigenlijk willen, tegen dat de beslissing valt in juni van volgend jaar, dat er toch wel hier en daar wat zal roeren en dat we van daaruit dan ook toch wel kunnen hopen op de zo noodzakelijke verhoging van de middelen voor deze sector. Ik dank u.